Hallo, ik ben Stijn. Ik ga jullie vandaag een heel leuk trucje leren. Het trucje heet Stop and Go. Het ziet er zo uit. Dit is een trucje met een responsive jojo. Ik gebruik hiervoor de Jojo Factory One. Op het eind ga ik jullie ook nog een heel leuk trucje leren. En het trucje heet de Eiffeltoren. Voor Stop and Go, wat je doet, je stopt de wijsvinger van je jojo hand voor het touwtje. Dan breng je jojo hand naar beneden en schep je de jojo op. Als je dat hebt gedaan, dan zit je in frontmaat. En vanuit de frontmaat trek je allebei je handen omhoog, zodat de jojo terugkomt. Dan heb je een lusje om een wijsvinger en gewoon je touwtje om je middelvinger. Dan positioneer je handen zo dat de vingers van je niet-jojo hand, dat die naar de kant van je jojo hand wijzen. En de vingers van je jojo hand, dat die omhoog wijzen. Wat je vanaf hier doet, is je trekt je jojo hand naar beneden. Gaat de jojo weer draaien. Dus nog één keer. Je gooit de slieper. Stop je hand voor het touwtje, de wijsvinger van je jojo hand. Schep de jojo op. Breng je armen omhoog, je handen omhoog, zodat de jojo terugkomt. Positioneer je vingers zo dat de vingers van je niet-jojo hand naar de kant van je jojo hand wijzen. En de vingers van je jojo hand naar boven wijzen. Trek je jojo hand naar beneden. En dan ga ik je jojo weer draaien en dan kan je hem omhoog halen. Dan voor de Eiffeltoren. Dat is een heel leuk trucje. We gaan hem leren zonder dat de jojo draait. Dit is namelijk een fototrucje. Wat je doet, je pakt je duim en je wijsvinger. Die doe je in een L-vorm. Die zet je achter het touwtje. Dan breng je jojo hand naar beneden en draai je niet jojo hand mee. Pak je met de duim en wijsvinger, pak je het touwtje vast. Breng je je niet-jojo hand naar beneden. Pak je met de duim en wijsvinger van je niet-jojo hand. Het touwtje nog een keer vast. Dan breng je het laat je het touwtje waar je hier een driehoekje hebt, die laat je los. Die trek je er doorheen. Dan heb je hier aan je duim en aan je wijsvinger of aan je middelvinger van je hand een Eiffeltoren. Deze is een beetje niet goed gevormd, dus ik zal hem nog even een keer doen. Zo komt hij er dan uit te zien. Dan gaan we hem doen als de jojo draait. Gooi je goede slieper, doe je exact hetzelfde. L-vorm, duim wijsvinger er doorheen halen, Eiffeltoren loslaten en de jojo terug omhoog halen. Dit was het tutorial voor vandaag. Ik hoop dat je het hebt geleerd en door naar de volgende trucjes.